Dames en heren, ik open de vergadering. En dat doe ik met een klap hierop. Mensen op de tribune, welkom. Ik open met het spreekrecht. En als ik het goed heb, gaat de heer Wanders daar gebruik van maken. Mag ik u uitnodigen? U was eigenlijk te laat met aanmelden, maar gezien de omstandigheden en het feit dat het allemaal zo ongelooflijk snel gegaan is in de afgelopen dagen, vonden wij het eerlijk gezegd gepast om u buiten de procedure om gewoon de ruimte te geven om in te spreken. De griffier heeft u, als het goed is, daarop voorbereid hoe dat moet. Dat is helemaal goed. En als u op het knopje drukt, dan gaat het goed komen. Ik heb een klein verhaal opgesteld om toch mijn mening ook te geven hoe ik denk over de gang van zaken, hoe de gemeente met ons om is gegaan. Ten eerste wil ik graag even vragen van wie hier heeft zelf kinderen. Daar zou ik heel graag even een handje opsteken misschien. Ja, dankjewel. Er zijn vast mensen bij die kinderen hebben jonger dan 5 jaar. Of in ieder geval beneden de 10. Maar ik hoop dat ze ook inzien dat ze voor mijn kinderen, dat ze daar een heel stuk veiligheid voor weghalen. En dat is gebaseerd op het... Op mijn straat waar ik in woon, ik woon in de Kalmoes, is geen voetpad, is eigenlijk helemaal niks. Mijn kinderen die kunnen nu lopen naar de crossbaan. En dat kunnen ze zonder ons. En straks, wanneer de crossbaan weggaat, mogen ze dat niet meer van mij. En mogen ze ook niet naar een andere speeltuin toe, maar dan moeten ze 2 straten oversteken. Dus dat vind ik wel heel erg jammer dat zomaar gebeurt zonder enige inspraak die is geleverd door de gemeente. De gemeente die stuurt op dat moment gewoon een brief van om 3 uur vrijdagmiddag van wij gaan de crossbaan weghalen. Dat is eigenlijk wat er overkomt op ons. En dus om 12 uur was alles al afgelopen om inspreekrechten toe te passen. Dan wil ik ook nog even aangeven van wij hebben volgens mij is er eerder afgesproken door de gemeente. En dat is mij ook ter oren gekomen dat 2 keer eerder de crossbaan weg wilde worden gehaald. En dat is niet door laten gaan door de meeste bewoners, omdat ze daarop tegen waren. De gemeente heeft daarmee ingestemd en die had dus ook zoiets van, nee, dit moet een speelplaats blijven. En nu komen ze dat toch weer terug op die woorden en halen ze hem alsnog weg. Dus dat is ook weer een punt waar de gemeente hun belofte niet nakomt. Ik heb eigenlijk al een beetje mijn voorbeeld gegeven van de kinderen. Mijn kinderen, nogmaals, die mogen dus niet meer de straat uit. Die moeten dus nu nog een jaar langer wachten om hun vrijheid eigenlijk te krijgen. En daar wil ik toch wel even op voortborduren op deze manier. En ik hoop dat de gemeente daar ook iets mee wil gaan doen. Even kijken, wat heb ik nog meer? Nou ja, het crossbaantje dient natuurlijk niet alleen maar voor buurt zijnde kinderen, maar ook voor ouders die vanuit Nieuw-Leuzen richting de vijver gaan wandelen. Mensen die even gaan wandelen rondom de vijver, die maken even een wandelingetje en die nemen vaak hun kinderen mee. De kinderen die hebben vaak een fietsje of iets dergelijks en die zien een crossbaantje liggen, die willen daar even lekker gaan spelen. En wat wil de gemeente? Dat weten jullie. En eigenlijk zijn dit mijn grootste punten waar ik op struikel. En, met name de communicatie en woord om woord volgens mij. En dat is hem eigenlijk al. Ik kan hem even aanlaten. Meneer Wanders, dank u wel. Ik kijk even rond naar de raad. Zijn er mensen die behoefte hebben om de heer Wanders een vraag te stellen? Het verhaal is duidelijk. Meneer Schuring, VVD. Ja, een hele korte vraag. Dank voor de inbreng. In de tijd is er over die crossbaan al een keer gesproken. Is die discussie toen ook wat breder gevoerd? Niet alleen maar over de functie van die locatie op dat moment, maar ook vanuit het speeltuinenbeleid voor die leeftijdcategorie dat je een speelvoorziening in de buurt zou wensen en horen te hebben? U zegt in de tijd? Welke tijd? Ja, je zei net, er was al een keer eerder over gesproken. En toen heeft de gemeente toegezegd... In 30 jaar tijd hebben ze 2 keer eerder geprobeerd om... om de hele crossbaan weg te halen, om een woonvergunning te krijgen. En volgens mij hebben ze dat
Qua gemeente hebben ze dat toegezegd dat het niet doorging. Het bleef een speelplaats voor de kinderen, want het was een mooie groenvoorziening destijds. Maar er is nooit gesproken over alternatieve locaties voor de kleine kinderen in de buurt. Nou, er is een alternatieve plaats, alleen dan moeten ze twee straten oversteken. Ja, dus kijk, voor de kleinste opdracht. Niet. Voor de allerkleinste dan dus niet. Nee. Oké. Dank. Anderen? Nee? Oké, meneer Wanders, dank u wel voor het inspreken. Het was een helder verhaal. Die punten zijn duidelijk. Het gaat om de communicatie, het gaat om de toezegging in het verleden en het gaat om het feit dat het voor kinderen van belang is om daar te kunnen spelen. Dat zijn de punten die u naar voren gebracht hebt. Dank u wel. Dan ga ik naar agenda punt 3, vragenronde. Geen vragen zijn ingediend, dus die gaat snel. En dan ga ik naar agenda punt 4, vaststelling van de agenda. We hebben, even kijken, de huisvestingvergunninghouders hebben we als eerste bespreekstuk geplaatst. We dachten dat dat wel net zo geland was naar de mensen op de publieke tribune. Dus ga ervan uit dat u het daarmee eens bent. Is dat goed? Stel we de vergadering zo, stel we de agenda zo vast. Dan beginnen we met de akkoordstukken. Onderzoek rekenkamer, inhuur derde. Conclusies en aanbevelingen over te nemen, kennis nemen. Is dat akkoord wat u betreft? Ga ik hem voorlezen, ja? Voorstel kennis te nemen van het onderzoeksrapport, inclusief de reactie van het college. En tweede, conclusie en aanbevelingen over te nemen. Wie stemt daarmee in? En dat bent u allemaal. En daarmee is dat aangenomen. En dan gaan we naar de eerste bestuursrapportage 2016. Ook een akkoordstuk volgens ons. Voorstel de eerste bestuursrapportage 2016 vast te stellen en begroting 2016 te wijzen conform de tabel op pagina 4041. En wie gaat ermee akkoord? Dat bent u allemaal. Bent u allemaal met algemeen. Dan gaan we naar het laatste akkoordstuk. Dat is het tweede verzamelplan buitengebied. Daar ga ik helemaal voorlezen. Maar dat doe ik wel zo snel mogelijk als u het goed vindt. Is dat goed? Ik ga het samenvatten. Voorstel, 1 te stemmen met de noten van zienswijze en kennisgeving. 2, het tweede verzamelplan, bestemmingsplan. Waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond die is ontleend aan enzovoort. Het langs elektronische weg en een analoge vorm gewijzigd vast te stellen. 3, het beeldkwaliteitsplan Ankermaar S1 vast te stellen. Als invulling van de welstandsnoten 2014 voor deel van het plangebied dat in dit beeldkwaliteitsplan is opgenomen. 4, de provincie Overijssel te vragen het besluit eerder bekend te mogen maken. 5, geen exploitatieplan vast te stellen. En 6, de door het college opgelegde geheimhouding zoals bedoeld in artikel 25 enzovoorts enzovoorts. Ten aanzien van het raadsvoorstel genoemde bijlage 1 te bekrachtigen voor een periode tot 5 jaar na inwerking treden van het tweede verzamelplan bestemmingsplan buitengebied. Kijk even rond. Bent u allemaal akkoord? Bent u allemaal? En is dat met algemene stemmen aangenomen? Dan kom ik bij de bespreekstukken. Huisvesting vergunninghouders. Portefeuillehouder is Van Martels. Het voorstel is om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ter hoogte van €350.000. En in te stemmen met kostenbouw, rijp maken van de locaties gelegen en de plannen met grondexploitaties en begrotingswijziging 007 vast te stellen. En misschien even nog ter introductie, even heel kort. U heeft het raadsvoorstel. Dat gaat om het voorbereidingskrediet. Dat is de inhoud. Ook voor de publieke tribune, voor de mensen thuis. Misschien goed om dat toch even scherp te hebben. Het besluit zoals dat genomen is door het college, dat is ook genomen gezien het een bevoegdheid betreft van het college. Het is dus geen besluit van de raad. Dan kunnen we ons best voorstellen dat de raad daar best iets over wil vertellen. En met name over de wijze waarop dingen zijn gebeurd. Die ruimte wil ik de raad zeker niet ontnemen. Maar het is wel goed om even de rollen helder te hebben. Het college heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om het besluit te nemen met betrekking tot de locaties. Nou, dat even ter aftrap. Ik kijk rond. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Hof, gemeentebelang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik stel op voorhand maar één vraag. En de overige vragen hebben we getracht om in de opinie mee te nemen. Ook gezien uw inleiding. En de vraag die betreft een verduidelijking voor het aantal statushouders. Met het toewijzen van door de woningbouwvereniging van ongeveer 10% van de vrijkomende huurwoningen zoals dat nu toegedaan werd, werd een taakstelling in de orde grootte van 50 gehaald. We spreken nu over 198 statushouders in tijdelijke opvang. En ik zou nog graag even willen weten, is dat nu aanvullend op die huidige aanpak, dus 50 in reguliere huurwoningen, of is dat in plaats van?
Dus als we dit nu helemaal uitgevoerd hebben, plaatsen we dan ook nog 50 in de reguliere vorm? Voorzitter, even een verduidelijkende vraag. Die 50 is 50 per jaar en die 198 was in 2 jaar volgens mij. Oké. Dat klopt. Maar daar weet de wethouder zich vast uit te redden. Maar de vraag is helder. Uw vraag is, hoe moeten we dat zien, die 198, in relatie tot de normale aanloop van 50 per jaar, gegeven de 10%. Dank u wel. Anderen in de informerende ronde. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar vragen. Die gaan vooral ook over de context van dit voorstel. U vraagt 350.000 euro krediet. Daarbij heeft u dan ook ongetwijfeld een beeld van wat dat moet gaan worden in de toekomst, die huisvesting. Onze vraag is, welke afspraken zijn er gemaakt met de woningbouwcorporatie Vechthorst, want dat is blijkbaar de uitvoerende partij, als het gaat over de eisen van die woonunits? En we denken daar bijvoorbeeld toch aan inrichting daarvan, uitstraling en zaken als duurzaamheid. Wat zijn daarvoor beelden bij binnen het college? En wordt dat ook gedekt in het kredietaanvraag van 350.000 euro? Verder willen we ook dit plaatsen in een vervolgtraject. Welke afspraken zijn er inmiddels, of welke gesprekken zijn er gevoerd met de woningbouwcorporatie als het gaat over de bouw van nieuwe huurwoningen op termijn? Want uiteindelijk willen we dit tijdelijk houden, dan moet je ook daar wel op accelereren. Zijn daar inmiddels gesprekken over geopend en kunt u daar iets over zeggen? En het derde punt is, wij zouden graag een indicatie hebben ook voor de benodigde middelen voor de integratie. De integratie, daar zou een plan voor opgesteld worden en is daar ook iets over bekend? Want we hebben de indruk dat er nog wat meer middelen nodig zijn dan welke nu worden aangevraagd. Dat zijn de drie punten die we graag aan de orde willen stellen. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Rooijakkers, D66. Ik heb nog een aanvullende vraag op de vraag van de heer Nijkamp over die 350.000 euro, want daar gaan we dan als raad over. Namelijk, ik heb ook gelezen dat het voor een belangrijk deel ook gaat over de kosten van de bouw rijp maken van de locaties. En daar heb ik een bedrag gezien van 50.000 euro per locatie. Maar er zijn ook een paar locaties bij die ook een bestemming hebben van woningbouw daarna of er zijn al tijd of ongeveer tegelijkertijd bouwrijp maken. En kunt u dan ook uitleggen of dat het bouwrijp maken van die locaties nu ook drukt op deze post, of dat het sowieso bij de grondexploitatie wordt betrokken en niet op deze post drukt? Dank u wel. Meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Ik had in de voorjaarsnota had ik al een beetje een aanzet gemaakt, dus ik kon niet zeggen, ik schroom haast een beetje naar uw opening, maar ik ga het toch doen. Ik wil hem liever ietsje breder trekken op basis van... Dat mag ook, hoor. U moet niet al te veel schroom hebben, heeft u ook meestal geen last van trouwens, dus doe dat vandaag ook maar niet. En het punt is, we zitten wel in de informerende ronde en u krijgt ook nog alle ruimte voor beeldvorming. Hè? Het is een lijstje met vragen en eigenlijk is de lijst eentje langer geworden na de inspraak. Want ik ben wel benieuwd inderdaad. Aan de ene kant hebben we de toezeggingen in het verleden gedaan, wat u net al even in de samenvatting gaf. Maar daar hoort dan ook bij inderdaad, op het moment dat jij iets afneemt, tussen aanhalingstekens, wat er misschien officieel op papier er niet heeft gestaan, maar er wel is geweest, het crossbaantje, speelterrein. Hoe ga je dat dan invullen vervolgens? Dat is een kleine vraag erbij. Begrotingswijziging 007 vast te stellen, en het is me al een paar keer opgevallen. Daar zit er een staartje bij. En wij zitten ons altijd af te vragen of we met die bijlagen moeten, maar dat is wat meer voor de vorm. In de inleiding van het raadsvoorstel, daar staat benoemd het zoveel mogelijk betrekken van organisaties als woningbouwcorporaties. En dat suggereerde in ieder geval dat het meer is dan alleen maar de woningbouwcorporaties. Wij waren wel benieuwd naar welke organisaties daar dan nog meer onder vallen. En, want één ding is in ieder geval wel duidelijk, dat zijn niet de plaatselijke belangen geweest die daarbij betrokken zijn. Maar waar ligt dat veld dan wel? Wie wel en wie niet? Dat is de eerste. In 2016 en 2017 spant gemeente Dalfsen zich in om in totaal 198 mensen in de gemeente Dalfsen te huisvesten. Vanuit
onze kant kwam daarbij de vraag, is dan de intentie om 198 op te vangen? Of ons klaar te maken voor 198 man zo gauw ze komen? En daarmee misschien wel wat meer voor te bereiden. Voor de gemiddelde Delfsenaar kan het een geluid zijn in aantallen waar men wat van schrikt. Het bedrag, die 350.000 euro en die 260.000 euro, of de 260.000 en 90.000, wat het 350 maakt, daar staat bij dat er een ruwe inschatting is gemaakt. Is dat dan op basis van offertes? Of is dat op basis van ervaring vanuit het verleden en een duim? Want er staat ook een opmerking bij dat er waarschijnlijk, of nee, dat de kans groot is dat er een aanvullend kredietvoorstel gedaan gaat worden. Dus waar staan we? Hoe nauwkeurig is dat dan? Iets waar veel over gesproken is de laatste tijd zijn de locatiekeuzes. En ik geef al aan, dat is er eentje die het college besluit is. En toch wou ik die criteria nog een paar vragen overstellen. Spreiding wordt benoemd. 40 van de 197 vergunninghouders, dus circa 20%, die worden in de contraille van Oosterdalsen geplaatst. Ik had hem in eerste instantie zelf ook gezien als, dat is Dalfsen, en daarmee zie ik het inderdaad als spreiding. Maar als ik het op die manier ga bekijken, en ik ga kijken hoeveel woningen daar in de buurt nu staan, dan hebben we het over, momenteel staan er 40 woningen. En dan gaan we dan 40 statushouders plaatsen. Is dat dan spreiding? Heeft het college daar ook naar gekeken? Het stukje dat er gekozen is voor eigen gronden in plaats van particuliere gronden, kan niet helemaal beoordelen wat dat voor consequenties nou precies heeft en wat voor alternatieven we daar afgesneden hebben. Maar zou het college daar nog kort een uitleg van kunnen geven, of een toelichting? Er wordt rekening gehouden met een kaveluitgifteronde in de toekomst. Ook daarbij, heeft dat te maken met infrastructurele aanleg die nadien weer te gebruiken is? Of heeft dat meer te maken met de tijd dat er meer omwonenden gaan komen, zo'n nieuwbouwplan? Gaat er meer komen? En meer komen eromheen zou betekenen meer sociale controle en dergelijke. Kleinschaligheid en spreiding. Is hier gekeken naar het aantal vergunninghouders ten opzichte van het aantal huidige bewoners in de woonwijk? Of naar het aantal toekomstige bewoners in de woonwijk? Hoe sluit het aan bij de woorden sociale controle, integratie mogelijkheden? Bij de alternatieven, daar kregen wij nog een vraagteken bij het woord zal blijken. En misschien is het puur een woordje, maar in de samenwerking met woningbouwcorporaties zal blijken dat het niet mogelijk is om tijdelijke huisvesting te realiseren op niet bouwrijpe grond. Zal blijken. Is dat iets waarover gesproken is? Of vermoeden we dit? Of kennen we dit uit het verleden? Zou die nog wat geduid kunnen worden? Tijdelijke huisvesting. Het woord tijdelijk, daar hebben we inmiddels ook al heel veel vragen over gesteld gekregen. Wat is nou tijdelijk? Tegenwoordig zitten we in een tijdspad dat de gemiddelde bewoner 8 tot 12 jaar in een huis woont. Schijnt. Dus dan hebben we het over 5 tot 10 jaar. Is dat dan tijdelijk? Ja. €65.000 voor elk nog niet bouwrijpe locatie, grondwerk en nutsvoorzieningen. Is dat een voorschot op de lasten? Ik geloof dat de heer Royakkers daar net ook al een vraag over stelde. En daar waar het toch bouwrijp gemaakt moet gaan worden, is dat een voorschot? Of komt dat uit de grondexploitatie of drukt dat op dit onderwerp? En dan komen we bij het stukje waarin, die komt er wel klein uit, tijdens over de communicatie. En daar hebben we het in de voorjaarsnota al eventjes over gehad. We hebben een aantal vragen over gesteld. U gaf aan dat steeds achter de keuze te staan om alleen die direct omwonenden uit te nodigen voor de sessies. Maar er is niet gekozen bijvoorbeeld de aaneengeschakelde sportvereniging die ernaast zit. Is daar een reden voor? Ik gaf aan steeds achter de keuze te staan dat van de relatief korte termijn tussen de uitnodiging en de sessie. De inspreker gaf dat ook al net eventjes aan. Maar u gaf ook aan de keuze locatie bewust op de eerste treden van de participatieladder te gaan zitten. Met andere woorden, geen participatie van de bevolking gewenst. Een bewuste keuze. Maar voor de zeer belangrijke tweede stap, de integratie, dat we de bevolking juist hoog op die ladder ontmoeten.
Na alle reacties en commotie die ons ontstaan en die we inmiddels wel in de pers hebben kunnen lezen, maar ook één op één hebben gehoord, maar ook die proactieve reacties van sommige organisaties met voorstellen en dergelijke. En ik denk dan bijvoorbeeld aan het plaatselijk belang, maar ik heb ook een aantal brieven van de heer Brandt voorbij zien komen. Bent u dan niet bang dat het erg lastig wordt om de bewoners hoger op die ladder te gaan ontmoeten als de voorkeurslocatie of de locatiekeuze op de eerste trede is blijven staan? En is daar dan nog wat ruimte in te vinden om dan inderdaad die integratie straks een grotere kans te geven? Want we moeten wel verder. Het is niet alleen een locatie kiezen, er iets neerzetten en de mensen ontvangen en plaatsen. Nou, er zijn een aantal initiatieven binnengekomen, die heeft u ook ontvangen. We zijn wel benieuwd naar uw reactie daarop. En ja, die hebben we ook al voorbij horen komen. Huisvesten van vergunninghouders, dat doen we al vele jaren. Dan gaat de gemeente best wel goed af. Maar we weten dat de schaal waarop dit plaats gaat vinden langzamerhand groter begint te worden. En dat zien we nu ook met deze cijfers. Het is niet voor niks dat we het erover hebben. Dat betekent ook dat de uitdaging groter wordt. Die uitdaging zit hem niet alleen maar in het huisvesten, maar die zit hem ook op die integratie en alle problemen die eromheen zitten. Ik denk dan aan bijvoorbeeld de zorgbehoevendheid van de mensen. Op het 3D-vlak waar we met z'n allen zo mee bezig zijn, GGD, GGZ. Het zijn mensen die wel wat steun kunnen gebruiken. Nou hebben we voor onze eigen zorgbehoevenden binnen onze bewonersgroep, hebben we het constant over die zachte landing. Maar hoe gaat dat nu voor deze groep gelden? Gaan die ook een zachte landing krijgen? En moeten we daar op professioneel vlak nog het een en het ander? Wordt daar al over nagedacht? Is het al meegenomen? Kunt u daar wat over zeggen? Nou, dat waren de belangrijkste punten. Dank u wel, meneer Schuring. Dit is de eerste ronde dan. En u heeft een heleboel vragen gesteld. En ik denk dat u daarmee de wethouder nog eens een keer de gelegenheid biedt om al zijn overwegingen toe te lichten. Dus ik neem aan dat hij daar volop de tijd voor gaat uittrekken. En ik geloof ook dat wel een paar van de vragen die gesteld zijn het beste door wethouder Agricola kunnen worden beantwoord. Maar dat regelt u met elkaar. Ik geef de wethouder Van Martels als eerste het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Tal van vragen, begrijpelijk, ook gezien het voorstel wat er ligt. En gezien het feit dat de bijeenkomsten vorige week ook door raadsleden zijn bezocht. U heeft ook een indruk kunnen krijgen van wat er allemaal leeft en speelt. Aanvankelijk dacht ik eigenlijk hier vanavond, wat ga ik zeggen? Want eigenlijk zit ik nog in het stadium van, we hebben vorige week zoveel gehoord. Laten we vanavond ook heel goed luisteren naar wat de raad te zeggen heeft. En laten we daarna als college het net ophalen om te kijken van hoe gaan we hier nou mee verder. Maar u vraagt ook nog heel nadrukkelijk naar de uitgangspunten die we hebben gekozen. Waarom we bepaalde maatregelen hebben getroffen, waarom we bepaalde besluiten hebben genomen. Dus ik ben natuurlijk altijd bereid om die eerst te beantwoorden. En dat ging met de eerste gemeentebelang, die vroeg zich af, die 198, is dat nou inclusief het aantal mensen dat vrij gebruik kan maken van de vrijkomende huurwoningen. Dat is inderdaad het geval, dat is inclusief. Dus in totaliteit, eerst kijken we naar de vrijkomende huurwoningen. En wat dan nog resteert, dat proberen we via huisvesting op te vangen. Vandaar dat die 198 tot stand is gekomen. En met de taakstelling die we voor ogen hebben. Dus inclusief. Aan de rechterkant, ChristenUnie, vragen over de afspraken die wel of niet zijn gemaakt met Vechthorst al. Uiteraard hebben we met Vechthorst al de nodige afspraken gemaakt. Dat ging vooral ook over de locatiekeuze. Want dit is niet wat we als college alleen hebben bedacht. Wat zijn nou de meest geschikte locaties? Uiteraard hebben we Vechthorst daarbij betrokken. Maar het is niet zo dat we nou al heel veel verder zijn met Vechthorst. Het hele traject moet nu nog starten. Dus u vroeg zich af, welke kwaliteitseisen hebben we nou gesteld? Als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om de inrichting van de toekomstige units of chalets, of hoe je ze ook maar wil noemen. Daar moet nog over gepraat gaan worden. En dat is nou echt ook zoiets waarvan je ook nog af kunt vragen, in hoeverre kun je de bewoners nog bij betrekken? Dat hebben we vorige week heel nadrukkelijk gehoord. Betrek met name, als het gaat om de hoe-vraag, hoe gaan we dat allemaal inrichten, ook de bewoners er heel nadrukkelijk bij. Dat is ook datgene wat we echt van plan zijn om te gaan doen. Dus er liggen wat dat betreft geen concrete afspraken nog. En u zegt van, is er dan ook een indicatie voor de integratiekosten?
Nou, die zullen een veelvoud zijn van hetgeen wat hiervoor ligt. Maar meer dan dat kan ik ook niet zeggen. Want uiteindelijk is dat allemaal waar het straks allemaal om gaat draaien. De integratie. En daar komt ook een plan van aanpak voor. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het een behoorlijk bedrag zal gaan worden. Maar verder nog geen indicatie geven in welke orde van grootte. Behalve het feit dan dat het meer zal zijn dan die 3,5 ton die we hier voor ogen hebben staan. Dat geld wat we nu, dit kredietvoorstel voor voorbereidingsbesluit, daar werd ook nog wat vragen over gesteld. Waar is dat nou precies voor bedoeld? Nou, het staat er heel duidelijk in het voorstel. Dat is voor de plaatsing van tijdelijke huisvesting op 4 locaties wat betreft het grondwerk uit te voeren en de nutsvoorzieningen aan te brengen. En met name om die locaties waar nog geen ontwikkelingen zijn aangebracht. En dat gaat om Ruitenborg, Zandspeur, Gernes en Oosterdalfse. Dus op die locaties vragen we met name die gelden voor. Die andere locaties maakt deel uit van de grondexploitatie. En die 90.000 die is dan met name bedoeld voor communicatiebudget en het om niet beschikbaar stellen van gronden. Daar is het resterende bedrag. Maar het is een grove schatting. Min of meer gebaseerd op ervaring die we in het verleden al hebben gedaan met kosten die gemaakt zijn op die manier huisvesting te realiseren om in ieder geval grondwerkwerkzaamheden te laten uitvoeren. De communicatie, veel besproken. Niet alleen de vraag die ik nu van de VVD hoor. Waarom hebt u gekozen om met name, als het gaat om het besluit om de locaties te bepalen, waarom hebt u daar niet meer partijen bij betrokken? Nou, dat hebben we heel nadrukkelijk met een reden gedaan. Want u kunt zich wel voorstellen als je het andersom had gedaan. Nou, ga eens even allerlei partijen bij elkaar brengen en kom dan met een aantal locaties. Dan weet je bij voorbaat al dat daar komen partijen niet uit. Daar moet je gewoon heel strikt in zijn. En ook het gegeven dat je het alleen maar wilt op gemeentelijke grond, hebben gezegd dat gaan we zelf doen. Dat is een bevoegdheid van het college, maar ook iets waarvan je denkt dat je er op korte termijn een snelle beslissing kunt nemen. En waar het met name om gaat, die tweede fase die we straks ingaan, die integratie, daar willen we natuurlijk partijen volop bij gaan betrekken. Daar draait alles om. En dat is het moment dat de maatschappelijke organisaties, bewoners en wie dan ook, iedereen die zich geroepen voelt om daarover mee te praten, die willen we in het tweede deel met name erbij betrekken. Dus een bewuste keus geweest, daar hebben we ook helemaal geen spijt van. Alleen, het komt wel hard over misschien. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zich misschien, als ze een brief in de bus krijgen, dat ze zich overvallen voelen. Maar vertelt u mij maar eens hoe het anders had gekund. Hier moet je duidelijk in zijn en een goed signaal geven van hoe we het hebben willen vormgeven. Maar een eerste reactie bij een min of meer slechte boodschap is natuurlijk altijd van, had het niet anders gekund. Begrijpelijke reactie, daar ben ik wel mee eens. Maar wel een hele bewuste actie van het college om op deze manier te doen. En ook een volgende keer, als het om zulke zaken zou gaan, dan zou het op die wijze waarschijnlijk weer doen. Maar nu dus het moment om in de toekomst te gaan kijken, hoe gaan we alle partijen erbij betrekken. En daarbij speelt de Raad ook een hele grote rol. En daarvan denk ik dat ik vanavond ook nog een boel te horen krijg van hoe u denkt van hoe die volgende fase met z'n allen in moeten gaan. Maar wel nadrukkelijk steeds weer gezegd hebbende, die 198 die willen we in 2016 en 2017 gerealiseerd hebben. Dus er is toch wel een nodige tijdsdruk. Het is één ding is duidelijk, met de huidige vrijkomende huurwoningen, 10%, komen we er niet. Dus er zal wat moeten gebeuren en op korte termijn ook. En als we weten van dat het hele traject lang gaat duren, en we hebben ook gezegd op de informatiebijeenkomsten, op zijn vroeg zijn dan de eerste bewoners er in november, met alles wat nog gerealiseerd moet worden, is dit gewoon een langdurig traject. Woningscorporaties, locaties, spreiding. Ja, nog eenmaal, waarom hebben we nog gekozen voor de manier waarop we het gedaan hebben? Spreiding vinden we ontzettend belangrijk. Dat lees je ook keer op keer als je mensen op één locatie zou willen huisvesten. Probeer nou vooral om die integratie met name te bevorderen, dat je die spreiding aanbrengt en dat je met relatief kleine groepen huisvest. Dus dat hebben we bewust gedaan. Gemeentelijk grond was een uitgangspunt. Nou, kleine aantallen. Dus die criteria zijn vorige week ook volop aan bod gekomen. En ik denk dat toen ook al heel veel vragen zijn beantwoord. En als het gaat over huisvesting, die vragen die heeft mijn collega Klaas Gricola ongetwijfeld ook genoteerd. Voorzitter, dank u. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Gricola.
Ja, dank u, voorzitter. De huurwoningen die in de gemeente Dalfsen staan, die worden gebouwd door de beide woningcorporaties Vechten en Vechthorst. Die gaan de komende 4 jaar gaan die wederom huurwoningen bouwen, met name in de Westerbouwlanden en in Oosterdalfsen. Ook in die woningen zullen dus ook statushouders gehuisvest worden. Niet allemaal, maar ook een deel van die woningen die komt ervoor in aanmerking. En daarnaast gaat Vechthorst daarbij tijdelijk woonunits plaatsen. En ik zeg met name tijdelijk, want het college heeft de bevoegdheid om bestemmingen tijdelijk te wijzigen. En dat kan maar met een periode tussen de 5 en 10 jaar. En dat mag niet verlengd worden. Dus na die 10 jaar, en misschien ook wel eerder, hopen we bij spreken dat die mensen die in de tijdelijke huisvesting zitten, dat we die kunnen huisvesten in reguliere huurwoningen. Nou, wat ik ook al heb gezegd op een van de bijeenkomsten die we hebben gehad, als wij spreken op die plaatsen die woningunits worden geplaatst, gaan we ook in overleg met de omliggende bewoners om te kijken van hoe we die units het beste kunnen positioneren. En op een dusdanige manier inpassen, zodat privacy van alle partijen is of zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Dus landschappelijk inpassen en rekening houden met de privacy van de nieuwe bewoners, maar ook zeer zeker van de omwonenden. Dus de afspraken met de woningcorporaties die worden voor 4 jaar gemaakt. En we hebben hier afgesproken in dit huis dat van alle te bouwen woningen is 50% vrije sector en 50% sociale huur. Waarvan 30% sociale huur en 20% sociale koop. Geldt voor 4 jaar. Ieder 2 jaar wordt geëvalueerd. En wat dat betreft, doelstelling is op termijn alle statushouders op te huisvesten in reguliere huurwoningen. En misschien dat je ook nog iets kunt zeggen over de opmerkingen die gemaakt zijn over duurzaamheid. Tenminste, dat herinner ik me dat daar met name vanuit de ChristenUnie. Over de precieze uitstraling hebben we in ieder geval nog contact met Vechthorst. En aanstaande donderdag zitten we weer met Vechthorst bij elkaar. En dan zal dit soort zaken zoals uitstraling en duurzaamheid en inrichting zal ook zeer zeker aan orde komen. En ik heb nog een vraag openstaan van de VVD. Die heeft met name te maken met die crossbaan. Dat was de vraag die toegevoegd was aan het lijstje. En de vraag daar was, je neemt de crossbaan af. Wat gaat het college doen? Zeg ik dat goed, meneer Schuur? Zeg goed. Nee, dat heb ik proberen min of meer te beantwoorden met de vraag van, ja, we hebben die bijeenkomst nu gehad en we willen, morgen hebben we natuurlijk collegeoverleg. Laten we dan evalueren van wat er allemaal aan antwoorden is gekomen en een aantal opinies. Die willen we gewoon nog eens een keer met elkaar bespreken. En dan pas kunnen we zeggen van wat we daarmee gaan doen. Dus iets voorbarig om daar nu al iets definitiefs over te zeggen. Oké, te vroeg, meneer Schuring. Gaat u de heer Schuring later nog informeren daarover? Ik stel die vraag maar alvast namens hem, want ik weet dat hij komt. Mocht er een verandering optreden, gaan we dat natuurlijk uiteraard gaan we dat communiceren. Maar eerst eens kijken of er überhaupt veranderingen komen. Als het gaat om de locatiekeuze, daar gaat dat was uw vraag toch specifiek, denk ik? Nee, het ging specifiek over de crossbaan. Oké. Nee, maar dat is ook een van de mogelijkheden. Wat gaan we daarmee doen? Stel je voor dat dit allemaal zo uitgevoerd gaat worden zoals het plan is. Dan gaan we natuurlijk ook kijken van, is er een alternatief om bijvoorbeeld de crossbaan op een andere plek te situeren? Maar voorzitter, nou geloof ik dat ik hem een beetje mis. Want nu hoor ik opeens dat de stelligheid van de locaties zijn de locaties. Die wordt nu een beetje anders. Proef ik dit nou goed? Dat als de locaties worden en dat het nu wat minder stellig wordt? Of nee, begrijp ik dit wordt niet? Wordt u minder stellig, wethouder? Nee hoor, die stelligheid is er nog steeds. Maar ik vind het wel reëel om alles wat we vorige week gehoord hebben, om daar gewoon met elkaar over te gaan praten. Dus in die zin, is die stelligheid, daar ben ik met u eens. We willen het gewoon over discussiëren en dat lijkt me in alle redelijkheid en billijkheid. We nemen alles wat gezegd is door de bewoners, nemen serieus. En als je het niet zou doen, dan zou het betekenen dat je helemaal geen openingen meer laat. Maar ik vind ook, zelfs bij die opmerking die je maakte uit het verleden,
Als er inderdaad concrete afspraken zijn gemaakt, dan zeg ik concreet, hè, dat moet ook aantoonbaar zijn, bewijsbaar zijn. Nou, dan moet je daarover kunnen praten om te kijken van wat is er nog mogelijk om andere beslissingen te nemen. Dus in die fase zitten we nog. In principe zijn we stellig, maar onvoorziene omstandigheden daar gelaten. Zo zou ik het eigenlijk willen formuleren. Oké. Is dat duidelijk? Ja, meneer Schuringen probeert te rafelen. Ik ga naar de heer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is er nog een ander punt niet aan de orde geweest. In elk geval niet concreet, naar aanleiding van de vraag van de heer Hoffen van mij, over die 198. En hoeveel verwacht u nou dat er in of bestaande of nieuwe huurwoningen gehuisvest kunnen worden? Respectievelijk, hoeveel van die 198 moeten dan uiteindelijk nog naar verwachting in die chalets worden ondergebracht? Wethouder van Martels, is de vraag duidelijk voor u? Dat zal zo om bij de 100 zijn waarschijnlijk. Waarschijnlijk kunnen we zo'n beetje 50 plaatsen in huurwoningen. Rond de 40, 50. Nou, volgend jaar misschien, dat weet je nooit helemaal zeker. Maar goed, dan heb je de 100 tot 120 ongeveer waarschijnlijk resterend. Het goed is om te zeggen dat u nog niet precies weet wat de taakstelling is. Meneer Nijkamp, neem me niet kwalijk. ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag nog even over het cijfer wat de wethouder Agricola noemt, over die 30% sociale huurwoning. Ik ben me te herinneren dat er ook een mogelijkheid was, juist vanwege de taakstelling die we hebben voor de statushouders, om extra huurwoningen te gaan bouwen de komende jaren. Komen die dan nog bovenop die reguliere 30%? Komt het dus in die zin nog wat gunstiger te liggen? Wethouder Agricola. De huurwoningen van statushouders komen boven de 30%. Oké, dat is duidelijk. Dus die 30% zoals gepland is niet voor statushouders bedoeld. Er komt bovenop extra een huurwoningcontinent. Nou ja, in ieder geval groep. Heb ik de informerende ronde gehad? Kijk even rond. Ja? Het vraag is over die organisaties, zoveel mogelijk betrekken van organisaties en woningbouwcorporaties. Welke organisaties waren dat nog meer? Die heb ik nog niet voorbij horen komen. Ja, wethouder. Dat is heel scala, kerken, scholen, plaatselijke belangen, maatschappelijke organisaties, dat soort organisaties. Maar dat is in het kader van de integratie en niet in het kader van de locatiekeuze. Ik kijk even rond. Mag ik naar de beeldvormende fase? Of neem me niet kwalijk. Opinierende natuurlijk. Meneer Hof, u mag aftrappen. Heel goed, voorzitter, dank u wel. Ik wil graag wat opinies meegeven voor de vergadering van morgen. Waar u dan ook als onderwerp een voldoende voeding heeft. Maar laat ik beginnen met de opmerking dat we heel veel reacties hebben ontvangen van mensen die ongerust, verrast, teleurgesteld of boos zijn. Vooral ook veel onbeantwoorde vragen hebben. En wij begrijpen die ongerustheid en die onvrede over bijvoorbeeld het wijzigen van eerder gemaakte afspraken. En vooral de onzekerheid, die begrijpen we heel goed. Het is dan ook een schone taak van het college om zo snel mogelijk vervolggesprekken te hebben. En met betrokkenen te proberen die onzekerheden weg te nemen. Ik weet dat er al afspraken gemaakt zijn en meer in de pijplijn zitten en daar zijn wij heel tevreden over. Maar we hebben ook veel reacties gehad in de lijn van, nou, we kunnen in een rijke, rustige gemeente als Dalfsen toch redelijk goed plaats bieden aan 200 statushouders. Er is in de wereld nogal wat aan de hand. Met een totaal van 60 miljoen mensen die op dit moment op de vlucht zijn. Slechts een klein deel daarvan komt naar Nederland en een nog veel kleiner deel blijft hier daadwerkelijk. Gemeentebelang is van mening dat mensen die huis en haard achter zich laten en in Nederland alle procedures hebben doorlopen, dat die het recht hebben op een nette, maar vooral ook een nette en verzorgde plek om te wonen, zodat ze zich weer op hun eigen toekomst kunnen richten. Wij zijn dan ook een voorstander van kleinschaligheid en die gespreide plaatsing. We zijn het met het college eens dat er moeite gedaan moet worden om de taakstelling ook daadwerkelijk te halen. Ik ben ook blij met de nuance dat de aantallen iets anders liggen dan ik verwacht had. Omdat het u maakt veel ruimte binnen de gekozen oplossingen. Maar het is best mogelijk dat die ruimte maar voor een deel echt uitgenut wordt. En dat het resterende deel in het reguliere huisvestingsaanpak valt. Maar we willen toch wel benadrukken dat we de oplossingen
dat we die het liefst in de reguliere huurwoningen en niet in tijdelijke huisvesting zien. Als er voldoende tempo gemaakt kan worden om sociale huurwoningen naar voren te halen, dan heeft dat nog steeds onze voorkeur. In Duurzaam Gebouwte las ik dat minister Blok afgelopen week een brief naar de Kamer heeft gestuurd, waarin hij aangeeft dat woningbouwverenigingen de komende jaren 37 miljard extra in sociale huurwoningen kunnen investeren. Het gaat over 250.000 woningen en die zijn echt niet allemaal voor statushouders, maar daar is wel veel meer ruimte voor de toekomst geboden. Naast gunstige financieringsvormen worden huizen die versneld gebouwd worden. Daar krijgt de woningbouwvereniging een extra stimulans door aftrek op de verhuurdersheffing van 20.000 euro te verkrijgen. Dit is hot nieuws, dat was een week geleden nog niet bekend. We kunnen dan op dit moment ook niet helemaal goed volgen waarom de Vechthorst huurwoningen te koop aanbiedt. Want daarmee maak je het probleem eigenlijk wat groter. We verwachten dat het college dit meeneemt in de, ik noem het toch maar even, prestatieafspraken met de woningbouwvereniging. We praten over tijdelijke huisvesting van zeg 10 jaar. De woningbouwvereniging draagt zorg voor de tijdelijke units. En een nette kwaliteit, dat is ook al even benoemd, dat vinden we een vereiste. En ik denk dat het nog een hele klus wordt om die exploitatie voor 10 jaar van die chalets ook rond te breien. Het is ook nog maar de vraag of ze er 10 jaar blijven staan. Hè. De hoop is natuurlijk dat ze eerder, dat het sneller het moment is dat ze niet meer nodig zijn. Voorzitter, we gaan ervan uit dat de afspraken met de woningbouwvereniging een risicoparagraaf opgenomen wordt, waarin het exploitatierisico het liefst geheel, maar in ieder geval voor een deel bij de woningbouwvereniging komt. Normaal zijn huurders verantwoordelijk voor de inrichting van hun eigen tuin. Er worden nu op ruime kavels chalets geplaatst en we vormen eigenlijk een beetje bouwgrond om naar het karakter van openbare ruimte. En we denken dat dat wat over de top is om van de nieuwe huurders te verwachten dat zij die ruimte inrichten. We willen ook benadrukken dat het college die inrichting als een soort openbare ruimte benadert. En daarvan verwachten we ook dat er voldoende inspraak vanuit de wijk is. Ruime aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid, voor de inrichting en aankleding van locaties. En dat mag wat ons betreft ook wel wat ruimer. En dan sluit ik een beetje aan bij het betoog van de VVD. Door bijvoorbeeld waar een functie als een crossbaan of een speelplek verdwijnt, om die dan elders in de wijk terug te brengen, het liefst ook met een dusdanige korte afstand dat kinderen vertrouwd daar naartoe kunnen. Dat zal ook wat vervolgkosten meenemen en dat schaar ik dan maar even onder de integratiekosten die nog op ons af gaan komen. Voor mij hoeft die scheiding niet zo duidelijk te zijn. Maar we moeten ons goed beseffen dat we daar gewoon ook geld voor uit moeten trekken om dat heel netjes en zorgvuldig uit te voeren. Tijdens de informatieavonden zijn er een aantal goede suggesties gedaan en daar heeft u ook van aangegeven, nou daar waar het mogelijk is wil ik daar proberen rekening mee te houden en iets aan te doen of iets mee te doen. We vertrouwen erop dat u daar wel uitkomt. We hebben als raad nog geen terugkoppeling gehad over een aantal alternatieve locaties die afgevallen zijn. En daar hoeft u nu geen antwoord op te geven, maar die zouden we in de komende periode nog wel graag een keer vernemen. Ik kom aan het eind van mijn betoog, voorzitter. Dat u er al was. We stellen nu geld beschikbaar voor het bouwrijp maken. Er volgen nog een aantal stappen in het proces, welke allemaal collegebevoegdheid zijn. Een belangrijke stap is de aanvraag van de omgevingsvergunning. En we vragen het college om daar gewoon heel veel aandacht aan te besteden. En ook, al is dat een collegebevoegdheid, mochten daar eventuele knelpunten zijn, dan vinden we het toch wel prettig om daarvan op de hoogte gebracht te worden. En als het kan, willen we er zelfs wel over meedenken. We hadden graag wat meer tijd gehad om deze avond ook voor te bereiden. We hebben nog even getwijfeld om het door te schuiven of te kijken of een besluit doorgeschoven zou kunnen worden naar 11 juli. Maar toch besloten om dat niet te doen. We vinden het wenselijk dat die gesprekken en ook de vervolgstappen zo snel mogelijk opgepakt worden. 1, om tempo te maken en 2, om de bewoners ook zo goed mogelijk te woord te kunnen staan. Ook niet met een stukje onzekerheid die de raad dan nog meegeeft. Als laatste, voorzitter, nog een kleine aanvulling op de ladder van participatie. Voor de luisteraars thuis, de laagste spot op de ladder, dat gaf de VVD net ook al aan, is vrij te vertalen uit het college zendt en de gemeenschap luistert. En de hoogste spot op die ladder is dat de gemeenschap zendt
en dat het college luistert. U mag van ons wat minder hoogtevrees op de ladder van participatie tonen in het vervolg. Bedankt. Dank u wel. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een voorstel wat eigenlijk alleen maar gaat over het krediet beschikbaar stellen voor het bouwruim maken van gronden. Maar voorzitter, die is onvermijdelijk gekoppeld aan locatiekeuze en daarna de gratie van de nieuwe dalfsenaren. En die doet de stof opwaaien. Dat begrijpen we. En ook met veelal begrijpelijke reacties. Voorzitter, nieuwe buren, dat is altijd spannend. En helemaal als ze uit een ander land komen met een andere cultuur. En als daarbij het gevoel ontstaat dat je overvallen wordt, dan helpt dat niet. Maar eerlijk gezegd, mijn fractie weet niet of een grote tijd tussen het verzenden van de brief en het houden van informatieavonden beter was geweest. Of dat wat had toegevoegd. Ik denk het eigenlijk van niet. Mijn collega, mevrouw Schiphorst, heeft in de commissie al gezegd dat Dalfsen haar hart openzet voor vluchtelingen. De heer Hof heeft al aangegeven in wat voor een groot verhaal we zitten daarbij. En dat was Dalfsen een zeer klein steentje daar aan bijdrage. Maar de vraag ligt dus nu voor, waar dan wel? Het college heeft een keuze gemaakt aan de hand van een aantal criteria. Maar we zien een college dat daar zijn verantwoordelijkheid in neemt en zorgvuldig handelt. We hebben daar donderdag ook al een aantal woorden aan gewijd. Maar met informatieavonden mag de communicatie niet afgelopen zijn. Integendeel, het begint nu pas. Het is van belang dat de volgende stappen, integratie en inrichting, ook zorgvuldig gebeuren. Met betrokkenheid van omwonenden. We kunnen daar niet stevig genoeg onderstrepen. En wat ons betreft, wat de CDA-fractie betreft, zijn kwaliteit en duurzaamheid daarbij sleutelwoorden. Kwaliteit wat betreft de bouw en de uitstraling van het gebouw en tuininrichting ten opzichte van de buurt. En duurzaamheid met betrekking tot energie, vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, en met betrekking tot de relatie tussen en met bewoners. Toch even een aantal woorden over het bouwen. Onze voorkeur gaat uit naar het huisvesten in echte huurwoningen. En daarbij mogelijk zouden we dus graag zien dat versneld huurwoningen gerealiseerd gaan worden. Mogelijk dat ook andere huidige huurders dan statushouders die nieuwe huizen willen gaan betrekken, zodat andere bestaande huurpanden vrijkomen. En op die manier realiseren we ook nog een betere spreiding. En daar waar dan toch tijdelijke woningen gerealiseerd moeten worden, willen we via u aan Vechtos meegeven meerdere lokale aannemersbedrijven te betrekken, zodat meerdere concepten kunnen worden gepresenteerd. Er zijn meerdere gemeenten in Nederland die met hetzelfde vraagstuk worstelen en die komen hier vastkijken. We verwachten dat de plaatselijke belangen ook worden uitgenodigd als toeschouwer op het proces in de vervolgfase. We vragen betrokkenen de plaatsing van de tijdelijke woning als een kans te zien. Wie weet resulteren de gesprekken in de brede verbetering van de buurt. De crossbaan is evenals voorbeeld al genoemd. Voorzitter, als CDA zien we een belangrijke taak voor welzijnsorganisaties, waaronder het vluchtelingenwerk. Bij het begeleiden van de nieuwe dalfsenaren en dat moeten we niet vergeten, het informeren en voorlichten van de huidige inwoners van Dalfsen, van de gemeente Dalfsen. Kennis van elkaars achtergrond is belangrijk om begrip te krijgen voor elkaar en elkaars gedrag. Sportverenigingen kunnen ook een belangrijke rol vervullen in het opnemen van onze nieuwe dalfsenaren. En we hopen van harte dat ze deze rol oppakken. Sport verbroedert. Laat het ook in het sportieve Dalfsen zo zijn. We willen voorstellen dat elke buurt na de komst van de nieuwe inwoners een gezamenlijke activiteit organiseert. Je kunt daarbij denken aan een barbecue of wat dan ook.
En wat ons betreft stelt de gemeente daarvoor het budget beschikbaar, zodat we op deze manier de integratie een goede start kunnen geven. Voorzitter, ik sluit af met de hoop uit te spreken dat de nieuwe buren nieuwe nobers gaan worden. Met bovengenoemde kanttekeningen stellen we het gevraagde krediet beschikbaar. Dank u wel. Wethouder, u mag straks ook nog even reageren natuurlijk. Hè. Meneer Nijkamp, ChristenUnie, geef u het woord. Dank u wel, voorzitter. We vinden dat het college helder de noodzaak voor de vestiging van statushouder op korte termijn heeft aangegeven. En we traceren hiervoor enerzijds een breed draagvlak en begrip en anderzijds specifieke zorg en onrust. En voor een deel is dat onrust over het tempo waarmee dit gebeurt en toch ook wel misschien zorg over het nog onbekende wat dat teweeg brengt. En het vraagt inderdaad een bijdrage van de buren en de buurten. Dat herkennen we. Tegelijk is er ook een kans om de buurt te verrijken. Ook dat willen we wel benoemd hebben. De ChristenUnie vindt dat Dalfsen hier en nu ook de verantwoordelijkheid moet invullen. Je zou kunnen zeggen, het is een kleine lokale bijdrage om een mondiaal probleem handen en voeten te geven. En voor een deel is het ook een voortgang op een bestaand proces wat we al tientallen jaren hier binnen onze gemeente uitvoeren. Wat het wel bijzonder maakt is dat we te maken krijgen met hogere volumes en daardoor ook noodzakelijkerwijs tijdelijke woonvoorzieningen. We hebben begrip voor de voortvarendheid in de besluitvorming en we begrijpen en steunen de door het college gehanteerde criteria. En dat leidt tot locatiekeuzes. En we benadrukken dat we ervan uitgaan dat het echt ook tijdelijk is. Dat hebt u ook aangegeven. Dat kan ook niet verlengd worden boven de gestelde termijnen. We willen wel heel graag dat er goed wordt ingezet op die 10% vulling van de huurhuizen. En wat de wethouder ook zojuist heeft aangegeven, de extra huurwoningen die mogelijk gebouwd kunnen worden. Dus we verwachten daar ook echt prestatieafspraken over met Vechthorst. Daarover sprekend, over die contacten en die prestatieafspraken met Vechthorst. Vanuit de raad, vanuit onze fractie, vinden we dat het college verantwoordelijk blijft voor die invulling. Ook al is Vechthorst straks degene die de invulling gaat effectueren. Maar als het gaat over inpassing, als het gaat over duurzaamheid, als het gaat over de interactie met de buurt, blijft wat ons betreft het college gewoon verantwoordelijk en aanspreekbaar. Dat zouden we wel graag ook vernemen van het college of dat een goede veronderstelling is. Als we het hebben over de inhoud van die prestatieafspraken, we hebben het al genoemd, dan gaat het over die inpassing, de uitstraling en de duurzaamheid. Duurzaamheid in energie, materiaalgebruik en wat niet onbelangrijk is bij tijdelijke huisvesting, is ook hergebruik van dit soort units. Dat is ook een element van duurzaamheid wat we graag meegenomen willen zien. Vroegtijdige participatie is al genoemd, dat is duidelijk. De treden van de participatieladder zijn al een aantal keren vermeld. Inderdaad, hier sta je straks op een andere treden. Dat is ook goed. Mogelijke inzet van Dalfse ondernemers, wat ons betreft is dat ook een van de elementen om mee te nemen in de gesprekken met Vechthorst. Ten aanzien van het vervolg na het, je zou kunnen zeggen, het wat hardere gedeelte van de woningbouw, de tijdelijke units, is natuurlijk ook het integratievraagstuk al een aantal keren inmiddels benoemd hier. Dat is iets waar wij ook heel graag, en dat is ook toegezegd, een goed plan voor zien. En of dat nou de barbecue is die zojuist werd genoemd, maar uiteindelijk gaat het erom wie zijn alle betrokkenen. Wat kunnen zij betekenen in dit vraagstuk? En er zijn veel betrokkenen en ik denk dat er ook veel animo is om hier iets in te betekenen. En we verwachten ook zeker dat buurten hierin een belangrijke en goede rol zullen vervullen.
U vraagt hier een voorbereidingskrediet voor het bouwrijp maken van de gronden, van de locaties. Dat is wat ons betreft ook prima. En tegelijkertijd hebben we goed gehoord wat de wethouder zei over wat ons nog te wachten staat over het vervolg. En ook daarvoor zien we graag op niet al te lange termijn concrete plannen tegemoet, inclusief de middelen die we daarvoor vrij moeten maken. Maar heeft al een duidelijk schot voor de boeg gegeven, zou je kunnen zeggen. Gelet op de impact die dit toch links en rechts heeft, stellen wij voor dat de Raad periodiek, en we stellen voor in deze periode van ontwikkeling, dat er toch ook in september hierover nader geïnformeerd worden over de voortgang. En dat het ook een periodiek karakter krijgt tot nou ergens volgend jaar. Hoe we dat precies gaan invullen, dat horen we graag van het college. Maar we stellen het wel zeer op prijs om hier als raad van tijd tot tijd in een commissieverband over bijgepraat te worden. En de gelegenheid te hebben om ja, de punten die we ingebracht hebben ook in die zin te toetsen. Dat is wat ons betreft in oordeelsvormende zin het verhaal. Wij ondersteunen de kredietaanvraag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Ik ga naar de heer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik heb geen vragen gesteld over het onderwerp. Enerzijds omdat het, naar mijn mening, redelijk duidelijk was. En vooral ook omdat het een begrotingsvoorstel is. En, dus ik heb geen inhoudelijke vragen gesteld. Maar ik heb in de opinierende setting waarin we nu zitten wel wat suggesties en kanttekeningen die ik toch graag aan het college meegeef. De bijeenkomsten met de omwonenden zijn in ieder geval tot op zekere hoogte goed verlopen, is mijn inschatting. De reacties tijdens de avonden, ongerustheid, boosheid, die hebben we goed gehoord. En we zijn daarover ook uit verschillende hoeken benaderd. De commentaren zijn begrijpelijk en daarmee natuurlijk ook enigszins voorspelbaar. En neemt niet weg dat we van mening zijn dat het voorstel van het college in beginsel een goed voorstel is. En ik moet ook zeggen, tijdens de avonden was ik ook blij te horen dat het geluid over het geheel genomen toch ook genuanceerd klinkt. Dan hebben we een paar kanttekeningen te maken. We hebben alle locaties stuk voor stuk onder ogen gezien en de commentaren daarop tot ons door laten dringen. Toen de inspreker, meneer Wanders, net begon met zijn toespraakje, was ik even bang dat hij begon met te zeggen van ik ben bang voor mijn kinderen en durf ze straks niet meer over straat te laten lopen, want vergunninghouders. Maar dat deed hij niet. Zijn commentaar zat hem vooral in het wegvallen van de speelplaats. En juist op dat punt hikken wij ook wel een beetje. Ik heb erover geen vraag gesteld, omdat ik het college wel in positie wil houden. En de locatie in Nieuw-Leus aan het Sands-Purgentiaan, daar wringt het wel een beetje met het gebruik als speelveld. Op voorhand zeg ik erbij dat ik me neerleg bij uw besluit dat u hier gaat nemen. En ik ga ervan uit dat u daar een zorgvuldige afweging maakt, maar ik doe er wel de oproep bij om nog eens goed te kijken of op die locatie wellicht een heroverweging dan wel een compensatie zou moeten plaatsvinden. Dan de verdere afstemming met de omwonenden, direct omwonenden, communicatie. Er is al heel veel over gezegd. En dat is voor de komende tijd wellicht nog extra van belang. Niet de locatie of het aantal units kan dan ter discussie komen, maar wel de inrichting van het terrein natuurlijk. En dan gaat het de plaatsing van de units, hoe en waar op de locatie, net zo goed als de inrichting van de overige ruimte op die terreinen. Daar werd net ook al iets over gezegd door de heer Hof. Daartoe dient u uitvoerig en tijdig met de omwonenden in contact te blijven. Verder is er tijdens de bijeenkomsten bij herhaling op aangedrongen dat reguliere, al dan niet te bouwen, huurwoningen hiervoor gebruikt zouden moeten worden voor de huisvesting van vergunninghouders. De wethouder zei daar ook iets over. Die mogelijkheid moet wat ons betreft uitvoerig onderzocht worden en optimaal benut worden, alvorens over te gaan tot plaatsing van units. Dit is ook een onderwerp wat u in moet brengen bij het overleg met de woningbouwcorporaties, waar het gaat over de prestatieafspraken. Dat biedt ook ruimte bij het verder realiseren van de tijdelijke eenheden, als u dat gesprek voldoende voert. Dat zijn de kanttekeningen die we willen meegeven. Voor het overige stemmen we in met het voorstel zoals het er ligt met betrekking tot de kredietaanvraag en de begrotingswijziging. Dank u wel, meneer Wildvank. Dan ga ik naar de heer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter.
Soms heeft het voordeel en soms heeft het nadeel als je als vijfde partij aan de beurt komt. En in dit geval heeft het ook wel veel voordelen. Namelijk omdat er al heel veel verstandige woorden zijn gesproken. Dat gebeurt niet altijd, maar ik vond het in dit geval wel zo. En die ga ik dan ook niet allemaal herhalen. En ik ga ook geen inbreng doen over integratie. Het is wel heel belangrijk, maar volgens mij is het nog lang niet aan de orde. Wat ik misschien nog iets onvoldoende heb gehoord is, en dat geldt denk ik niet voor onze raad en voor de mensen die hier zijn, maar voor de mensen thuis misschien, dat iedereen goed moet begrijpen dat de huisvesting van vergunninghouders een plicht is, een verplichting die het Rijk aan gemeenten oplegt. En dat het onze wettelijke taak is om dat uit te voeren. En dat de mensen die vergunninghouders zijn, die zijn ook inwoners van Nederland en die hebben ook rechten. En wij doen ons best om daaraan tegemoet te komen. En het uitzoeken van de locaties, zoals een paar keer gezegd, is specifieke bevoegdheid van het college. Ik ben ook bij een paar van die avonden geweest en ik heb ook brieven ontvangen en erover nagedacht. En ik was ook positief met een aantal positieve berichten verrast. Er zijn toch wel mensen die warme gevoelens hebben, die begrip hebben voor de situatie, die mensen welkom heten. Maar er zijn ook algemene gevoelens van ontevredenheid over de gekozen werkwijze, de communicatie. En ook over de angst voor onbekende mannen uit een andere cultuur. Dat is volgens mij een zin die ik heb onthouden. Althans, zo heb ik het samengevat. En toen heb ik ook nog een bekend citaat uit mijn geheugen gehaald. De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest. Dus alle dingen die je op je af ziet komen. Vooral als je er alles bij voor kunt stellen en op social media en de krant, dat levert misschien angst op. Maar ik denk dat we daar sterker in moeten zijn en moeten kijken of dat we die angst voor dat onbekende kunnen vervangen door goed vertrouwen in de toekomst bij een goede voorbereiding, een goede begeleiding, goede bewaking en al dat soort andere zaken. Dan heb ik ook nog gehoord over, behalve over privacy en over angst, ook over de gevreesde waardedaling van de woningen. Want we kunnen het wel hebben over tijdelijkheid. En in de visie van mensen die echt lange termijn denken, en normaal schrijf je een huis een 50 jaar af of 40 jaar, dan is 5 tot 10 jaar wel heel erg tijdelijk, maar het hangt ook weer af van je tijdhorizon. Als je plannen had om je huis binnen nu een 5 jaar te verkopen, is dat een andere horizon. Nou, die mensen kunnen volgens mij wel beroep doen op eventuele planschade. Maar dat weet ik ook niet hoe dit uit gaat pakken. Maar dat gaat alleen maar over geld. En de andere zaken zijn denk ik belangrijker. Wat mensen aan angsten ervaren, dat we dat moeten redresseren. En dan kom ik bij een ander punt wat veel fracties noemen liever bestaande huurwoningen dan deze chalets. Omdat dan toch de gevoelens wat anders zijn. En ik heb toch goede hoop op dat er heel veel gehuisvest kunnen worden. Zeker als er de taakstelling verruimd kan worden. Want dan, misschien dat je maar de helft van deze plekken nodig hebt. En dat geeft dan ook de college, denk ik, wat meer vrijheid om in de gesprekken die men in de toekomst gaat voeren en het overleg wat men binnenkort heeft over de opmerkingen die over die locaties zijn geweest, te kijken van ja, zijn er misschien één of twee locaties bij die nader onderzocht moeten worden of die je misschien wat later aan de beurt laat komen. Of, dat geeft die vrijheid. Ik ga dat niet in concrete locaties vertalen, maar een goed verstaande heeft het halve woord nodig. Dus ik spoor het college aan om op die manier er toch mee om te gaan. En je hoeft niet zeg maar die 198 plaatsen of die 198 gedeeld door 4 of 5 chalets per se allemaal te plannen als je misschien maar de helft nodig hebt. Er is volgens mij ruimte om ook op een verstandige wijze om te gaan met de zorgen, het bezwaren en de angsten die sommigen formuleren. En ik wens het college daarbij veel wijsheid toe. En over het overige kunnen we instemmen met het gevraagde budget. Meneer Schierling, tot slot mag ik u het woord geven. Dank, voorzitter. Allereerst wil ik beginnen met dat het heel goed is dat er wat verder gekeken wordt dan wat er
dit jaar op ons afkomt. En ondanks dat we niet weten wat er het jaar daarna naar Dalfsen toe gaat komen of naar ons, aan ons toegewezen wordt, dat er al wel over nagedacht wordt. Dat is in het belang van zowel de autochtone bevolking als de nieuwe Dalfsenaren. In basis zijn er ook echt wel een aantal punten waar veel draagkracht voor te vinden is, ook van onze kant. Tijdige voorbereiding heb ik het al over, ondanks dat we niet weten wat er precies en hoeveel. We moeten voldoen aan wettige verplichtingen, dat is een feit. En ik denk ook dat we daar dat niemand daartegen zal zijn. Kleinschaligheid, spreiding door de gemeente naar verhouding van bevolkingsgrootte. Dat is nog één vraagje die nog onbeantwoord was. De spreiding van 20% in Oosterdalfsen op 40 woningen. Hoe staat het college daar tegenover? Want daar heb ik het woord spreiding, zie ik zelf wat minder terug. Te regelen zonder uitbreiding van het gemeentelijk vastgoed. Borgen van voldoende woningen voor de autochtone bewoners. Versnellen van het creëren van meer sociale huurwoningen zou een voorkeur hebben. We gaan ervan uit dat dit meegenomen wordt in de gesprekken naar de woningbouw. Ja, we kunnen er inderdaad niet omheen. Er is een boel in beweging gekomen. En laten we dan ook benadrukken dat er veel locaties niet heel veel ophef gaven. En dat de gesprekken daar positief zijn verlopen. Maar een paar hebben wel ophef gegeven. Zou het college dan ook willen vragen daar in ieder geval de discussie met de partijen die zich gemeld hebben aan te gaan. En de discussie aangaan is misschien wel wat meer dan alleen maar te luisteren om de pijnlijke zenuw eventjes te ontzenuwen. Maar ook naar de argumenten te kijken. Mogelijk ontstaat er dan wat meer draagkracht en ook spontane alternatieven. En je kunt altijd nog teruggrijpen indien het niet lukt om bij de huidige keuze te blijven. Of je zou kunnen zeggen, ja, maar die staan achteraan in een straatje. Misschien komen ze überhaupt niet voorbij. Je kunt er samen uitkomen. Of eventueel de keuze nog wat open houden. Evenals de discussie. Kijk dan ook bijvoorbeeld naar de voorzieningen zoals speeltuintjes die ten gevolge van de keuze zouden kunnen verdwijnen. Maar daar heb ik net al eventjes een opmerking over gemaakt. Naast locatie is integratie een verschrikkelijk belangrijk onderwerp waar draagkracht steekhoudend is in mijn beleving. En die draagkracht is van de buren, van de verenigingen, van de sportclubs, enzovoort, enzovoort. Dit om zowel de autochtone bevolking, maar ook de nieuwe Dalfsenaren alle kansen te geven die ze nodig hebben en verdienen. Dus daar moeten we wel op gaan zetten. Daar komt het een en ander uit voort. Alleen het zou best eens goed zijn om daar waar nu steekhoudende bezwaren zijn en structurele alternatieven gebracht worden, misschien toch eventjes één treetje hoger op die participatieladder te gaan zitten. Ik denk niet dat het eng is. Ik denk dat het alleen maar positief is. Begrotingswijziging. Er zitten natuurlijk nog een boel punten in dat we niet weten wat er nog meer gaat komen. Dus het is een beetje een open eind. Maar het is een begin wat nodig is. Maar kijk alstublieft naar die plekken waar die discussie nog is. Ik hoop wel nog een reactie op die spreiding nog even te mogen ontvangen. U gaat instemmen. Wethouder Van Machtels, mag ik u het woord geven? Dank u wel. Nou, in ieder geval ongelooflijk blij met de reacties van de Raad. Het blijkt toch dat er veel draagvlak is, in ieder geval voor dit voorstel. Maar, en wat u vervolgens hebt gezegd, heel veel wijze woorden zijn er gesproken en ja, dat is voor ons natuurlijk zaak om veel van wat u gezegd hebt ook mee te nemen in het vervolgproces. Daar staan we voor. Ik heb gehoord dat, dat kwaliteit en duurzaamheid, dat aspecten zijn die hoog in het vaandel staan bij u. De inpassing, nou, maak er wat moois van, dat maak ik eruit op. Schakel eventueel lokale aannemers in. Zorg dat welzijnsorganisaties, sportclubs, kerken, ondernemers, wie dan ook, betrokken is bij het vervolgproces. Daar staan we ook open voor, dat gaan we ook echt doen. Er is ook geen punt van discussie. Er wordt wel gezegd van hoe ver wilt u op de ladder gaan staan? Nou, zo hoog mogelijk inderdaad. Dus dat is helemaal voor ons geen punt van discussie. Het was duidelijk zaak om nu de locaties aan te wijzen in het vervolgproces. Iedereen zoveel mogelijk erbij te betrekken. Beginnende bij de inwoners. En nou, die hebben dat recht ook om zo snel mogelijk erbij te betrekken. Dat gaan we uiteraard doen. En waar gaat het toe leiden dan van al die opmerkingen die u gemaakt heeft? Nou, vooralsnog zijn dit overwegingen waarvan we niet kunnen zeggen of het op enkele plekken tot een heroverweging gaat leiden. Dat weten we nog niet. Dat heeft allemaal te maken met
het oordeel dat ik net ook al zei van wat hebben we vorige week aan reacties gekregen en hoe gaan we dat, gaan we dat vormgeven met z'n allen. We hebben oog voor, we hebben oor voor de opmerkingen die zijn gemaakt en we gaan het morgen bespreken. En we weten niet of dat morgen al tot duidelijke besluitvorming gaat leiden. Maar het is in ieder geval een eerste gesprek dat we als college met elkaar hebben. En dan hebben we de raad gehoord en dan hebben we de bewoners gehoord. En vervolgens gaan we daar onze conclusies uit trekken. En blijven we u dan informeren? ChristenUnie vroeg heel nadrukkelijk naar periodieke informatie. Uiteraard gaan we dat doen. Want het is belangrijk dat, dat u er op een intensieve manier bij betrokken blijft. Vinden we belangrijk. En de verantwoordelijkheid, ook als het gaat om de huisvesting, dat besteden we weliswaar aan de Vechthorst uit. Maar wij voelen ons verantwoordelijk daarvoor. Dat blijft zo, dat is heel belangrijk. En uw vraag van de VVD over die spreiding, Oosterdalfse, daar hebben we heel bewust voor gekozen. En we zien op dit moment nog geen enkele reden om te zeggen van dat punt gaan we heroverwegen. Want vinden we beide twee locaties die uitermate geschikt zijn. Dus daarvan kan ik nu al bijvoorbeeld zeggen, dat leidt niet tot een heroverweging. Tot zover, voorzitter. Wethouder Agricola, nog vanuit uw portefeuille behoefte aan aanvullingen? Ik heb hierop geen aanvullingen, voorzitter. Dank u wel. Dan zijn volgens mij, is er in ieder geval een toezegging gedaan om de raad regelmatig te informeren. September is niet gevallen, maar wel regelmatig en tijdig. En dan denk ik eerlijk gezegd dat... Voorzitter, mag ik er nog even meneer Hof, aanvullen? Gemeenteman. Ik heb nog twee dingen. Ik heb niet aangegeven dat wij instemmen met het voorstel, maar ik denk dat u dat uit het betoog wel gefilterd had. En twee is dat ik toch nog wel iets zou willen horen over de aanpak richting de woningbouwvereniging om nog meer te stimuleren in reguliere huurwoningen. Misschien dat de heer Agricola daar nog op kan reageren. Wethouder Agricola, versnelling in het bouwen van normale huurwoningen. Nou, wat dat betreft, de wensen zoals die hier als raad liggen, zullen we zeer zeker met Vechthorst bespreken. Maar aangaande Vechthorst is een zelfstandige organisatie, heeft een eigen ook een begroting en financieel gebeuren. Dus daar zullen zij ook rekening mee moeten houden. Dus wat dat betreft, we kunnen niet verplichten, maar we willen het wel graag met hun bespreekbaar maken dat dit met name ook de voorkeur heeft van de gemeenteraad. Volgens mij mag ik naar de stemming toe, of niet? Ik kijk even rond, of u dat goed vindt. Breng ik hem in beeld? Ja? Oké, ik breng hem in beeld. Agenda punt 8, huisvesting vergunninghouders. Voorstellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet huisvesting vergunninghouders van 350.000 euro ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar. 2, in te stemmen om kostenbouwrijp maken voor locaties gelegen en plannen met grondexploitaties ten laste te brengen van betreffende grondexploitatie. En 3, de begrotingswijziging 007 vast te stellen. En kijk even rond. En wie daarmee instemt, wie stemt daarmee in? En dat bent u allemaal. En daarmee is het met algemene stemmen aangenomen. 9. Ik heropen de vergadering. Het schijnt dat het geluid niet goed is en dat u daar thuis last van heeft. En dat dan als bijvoorbeeld de heer Wildvang spreekt, dat dan de stem van de heer Nijkamp te horen is en andersom. Excuses daarvoor dat dat soort dingen gebeuren. En het is vooral voor de raadsleden heel vervelend als die straks worden aangesproken op andermans teksten. Maar ja, goed. U weet zelf het beste wat u gezegd heeft. Dus en houden we dat. Dan ga ik nu naar agenda punt 9. Kadernota cultuurbeleid 2017-2020. Wederom portefeuillehouder. Wethouder van Martels. En ik ga rond voor de informerende ronde. In de commissie was de conclusie getrokken dat de kadernota breed ondersteund werd. Tenminste, zo hebben wij dat wel verstaan. Maar er waren nog wel bedenkingen bij het financiële kader. En dat is de reden waarom we het toch als bespreekstukje hebben voorgegeven. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw Snijder. Ja, voorzitter, dank u wel. Het klopt dat we nog wat onduidelijkheden hadden over de financiën. En dat had ook te maken met de gevolgen die we niet goed kunnen overzien van het projectmatig subsidiëren in plaats van per vereniging of organisatie. Ook het budgetneutraal handelen terwijl er grote ambities zijn. En dat de beeldende kunst, dus met name nieuwe beeldende kunst, geschrapt werd in een nieuwe nota. En dit zouden we toch graag aan het college mee willen geven. En gezien de antwoorden van de wethouder in de commissievergadering hebben we daarvoor een motie opgesteld.
Mevrouw Snijder, mag u in beeld? De motie bedoel ik. Niet mij. Ja. Ondergetekende leden van de... Kan die iets groter? Dat kan ik allemaal niet meer zo. Ja, ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat het huidige cultuurbeleid niet meer blijkt te passen met ingezette ambities en ontwikkelingen, het provinciale project cultuurarrangement in 2016 afloopt, door het wegvallen van de provinciale subsidie het budget vermindert, het een gemiste kans zou zijn om de verschillende initiatieven en ontwikkelingen die zijn ontstaan tijdens de projectperiode bij het eindigen van het project los te laten, en overwegende dat de nieuwe kadernota het uitgangspunt is voor het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid, als kader is opgenomen dat dit budget neutraal moet worden uitgevoerd, een gelijkblijvend budget kan betekenen dat het moet worden geschrapt als er hogere ambities zijn, de financiële gevolgen van het nieuwe beleid op dit moment niet te overzien zijn en niet geïnvesteerd wordt in beeldende kunst, het voortbestaan van sommige verenigingen mede afhankelijk is van de subsidiëring, nu geen financieel besluit wordt gevraagd, dit het moment is voor de Raad om de kaders vast te stellen, spreekt uit dat het uitgangspunt om het nieuwe beleid budgetneutraal uit te voeren goed is, maar er ruimte moet blijven om dit aan te passen. Beeldende kunst niet op voorhand moet worden uitgesloten. Zorg bestaat over de subsidies aan en het voortbestaan van verenigingen die een belangrijke sociale, culturele of maatschappelijke rol in onze gemeente vervullen. En verzoekt het college financiële gevolgen voor de verenigingen in beeld te brengen, ruimte te houden voor beeldende kunst, hier rekening mee te houden met het uitwerken van het nieuwe cultuurbeleid. De indieners, mevrouw Snijder van Gemeentebelangen, de heer Rooijakkers van D66, de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid. Toelichting, de subsidiegelden in het huidige beleid worden toebedeeld aan verenigingen en organisaties en niet aan doelstellingen. En dit zorgt ervoor dat er weinig ruimte is om nieuwe initiatieven te ondersteunen en in te spelen op vragen uit het culturele veld. Als er gezegd wordt dat er de uitdaging groter is, dan is het budget en vervolgens ook nog gekort wordt door de gemeente. En dat betekent dat de verenigingen fors gekort worden. Doelmatiger mag niet betekenen dat verenigingen in de financiële problemen komen. Beeldende kunst blijft belangrijk voor de openbare ruimte. Helemaal niets meer plaatsen doet hier afbreuk aan. Dat is de motie die is ingediend. Nou, dat is een heldere motie. Dan is het ook wel interessant om aan de andere partijen te vragen om daar onmiddellijk op te reageren dadelijk. Wie mag ik het woord geven? En dan sla ik de heren Rooijakkers en Wildvank even over. Want die namen stonden onder de motie, dus ik neem aan dat ze me ondersteunen. Voorzitter. Een vraag. Ja, wethouder van Matters, neem die kwart. Een vraag voorafgaand nog even. Want er staat overwegende dat. En er staat erbij het provinciale project cultuurarrangement in 2016 afloopt. En er staat door het wegvallen van de provinciale subsidie het budget verminderd. Nou, dat zijn allebei zaken waarvan we niet zeker weten of dat inderdaad gaat gebeuren. Betekent dat, als de provincie binnenkort gaat zeggen, het provinciale cultuurarrangement gaat gewoon door, dat u de motie intrekt, of als de provinciale middelen toereikend zijn, dat u geen motie meer hoeft in te dienen? Of vindt u het dan ook nog steeds de moeite waard om het wel naar voren te brengen? Ja, dan brengen we het zeker nog naar voren, want het verandert niets aan, aan de gevolgen voor de verenigingen. Dat kunnen we namelijk niet overzien. Ik heb daar ook technische vragen over gesteld en daar kan gewoon geen antwoord op gegeven worden. Dus die ruimte willen we graag houden. En ook als we de reacties van de verenigingen dan gehoord hebben, kunnen we daar misschien beter op inspelen. Wilt u misschien ook dan van de gelegenheid gebruik maken, wethouder, om inhoudelijk op de motie te reageren? Kan dat? Zeker. Ik bedoel, als ik hem zo voor de eerste keer lees, dan daarvan denk ik dat ik al een aantal zaken ook in de commissievergadering naar voren heb gebracht, dat ik daar oog voor zal hebben, zeker als het om de verenigingen gaat. Ik heb wel gezegd in de commissievergadering, als het gaat om voorstellen richting beeldende kunst, dat kan nog wel eens een heel groot financieel staartje gaan krijgen, want wil je beeldende kunst, wil je dat gaan financieren, dat heeft gewoon de nodige consequenties in financiële zin. Maar in de voorjaarsnota heb ik vorige week weer gezegd van laat ik nou een aantal scenario's komen, een soort budgetneutraal voorstel en daarnaast nog voorstellen doen, scenario's schetsen van als we bepaalde ambities willen verwezenlijken wat daarvan de financiële consequenties zijn om dat ook goed naar voren te brengen. Maar als ik die motie zo voor het eerst lees dan denk ik van ja, het meeste is min of meer al toegezegd, dus ik zie weinig
bezwaren zo naar voren komen? U ziet weinig bezwaren of geen bezwaren? Het enige bezwaar, nee, het is bezwaar. Nee, het punt wat ik noemde over, stel je voor dat de provincie nou toch inderdaad allerlei projecten laat doorlopen of financiële middelen ter beschikking stelt, dan is hij minder noodzakelijk dan dat hij hier wordt voorgesteld. Maar uiteraard is het alleen maar een meevaller. Dus in dat opzicht omarmen, zou ik zeggen. Ja, maar ik denk dat als we ook de essentie van de motie lezen, tenminste zo lees ik hem, mevrouw Snijders dat niet goed doet, daar zit in een derde punt, rekening mee te houden met het uitwerken van het nieuwe cultuurbeleid. Dus de vraag is gewoon, wilt u financiële gevolgen voor de verenigingen en mogelijkerwijze beeldende kunst in de openbare ruimte, wilt u daar rekening mee houden met het uitwerken van het nieuwe cultuurbeleid? Dat is de vraag, zo lees ik hem. Ik ga naar het CDA. Wie bij het CDA mag ik het woord geven? Nou, alleen, dank u wel, voorzitter. Alleen reageert op de motie? Wij denken dat met de toezegging van de wethouder om verschillende financiële kaders mee te geven en die door te rekenen en te presenteren, dat dat voldoende is. Meneer Nijkamp? Neem me niet kwalijk, mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden na de vorige bespreking eigenlijk het idee dat dit de dingen waren die al besproken waren en eigenlijk toegezegd waren. Dus voor ons hoeft die motie niet zo, maar we zien er ook niet zoveel bezwaren tegen. Het is goed om dingen te bekijken, maar het beleid wat dan ingezet is rond zeg maar echt gericht subsidiëren en echt projectsubsidies en dergelijke, die lijn daar naartoe, die steunen wij van harte. Dat vinden wij een mooie manier van subsidiëren. Dus, maar goed, we hebben ook niet zoveel bezwaren tegen deze motie. Meneer Schuring, VVD. Nou, ik zal het veel kort houden deze keer. Ik sluit me daar naadloos bij aan. Volgens mij wordt hier grotendeels overgenomen. En het punt wat een puntje zou kunnen zijn, is eigenlijk geen puntje. Dan omschrijf ik het als volgt, mevrouw Snijder, dat eigenlijk de andere partijen niet echt bezwaren hebben tegen uw motie. Behalve de heer Koetsier, die geeft eigenlijk aan dat hij hem overbodig vindt. Maar dat is zo ongeveer hetzelfde, denk ik, als geen bezwaar hebben. Meneer Rooijakkers. Is het een idee om bij overwegende dat gederde gedachtenstreepje een woordje mogelijk toe te voegen? Het mogelijk wegvallen van de provinciale subsidie? Het is een overweging. Ik vind de overwegingen zijn overwegingen. Die moeten we ook niet te letterlijk nemen. Het punt is gemaakt. Anders gaan we daar en zitten sleutelen. Mij lijkt het niet echt iets toevoegen. Meneer Wildvank, wilt u nog iets zeggen over het onderwerp? Nou, dat is ook gelijk dan de laatste inbreng, neem ik aan, op dit punt. Ja, wat ons betreft, de motie spreekt voor zich. Als de provincie alsnog over de brug komt, dan blijft het steeds nog belangrijk om de financiële gevolgen in beeld te brengen. Evengoed wel. Dus in die zin zou ik toch de motie wel graag in stemming willen zien. En voor het overige zijn we akkoord. Ja. Dan ga ik naar een afronding van dit agendapunt door de kadernota in stemming te brengen. Daar is die, agenda punt 9, kadernota cultuurbeleid 2017-2020. En het voorstel is om de kadernota cultuurbeleid 2017-2020 vast te stellen. En wie van u gaat daarmee akkoord? Dat bent u allemaal. En daarmee is die kadernota vastgesteld. En dan breng ik de motie in stemming. Vindt u het goed, mevrouw Snijder, dat ik eigenlijk alleen maar nog verzoekt het college voorlezen, dat vindt u vast goed, hè? Verzoekt het college de financiële gevolgen voor de verenigingen in beeld te brengen, ruimte te houden voor beeldende kunst en hier rekening mee te houden met het uitwerken van het nieuwe cultuurbeleid. Wie stemt er in met deze motie? Dat zijn ze allemaal. Dat zijn alle fracties. En daarmee is ook die motie met algemene stemmen aangenomen. En dan ga ik nu naar agenda punt 10 en dat is de aanpassing verordening startverlening. Die is al een keer eerder aan de orde geweest hier. En hier staat nu in feite het opnieuw het ongewijzigd voorstel ten opzichte van het voorstel op 30 mei 2016. Wel is aanvullend onderzoek verricht om te kijken naar de mogelijkheden om de hoogte te koppelen aan, om de lening te koppelen aan de hoogte van de energielabel. Dat was een idee of een initiatief, geloof ik, van de heer Lochtenberg van het CDA. Nou, de wethouder zegt dat is niet mogelijk en het voorstel ligt daarom ongewijzigd voor. Nou, besprekingen twee ronden. Voor zover dat behoefte is. Ik ga naar de heer Lochtenberg toe, CDA. Ja, ik heb verder geen nadere vragen. Dus ik weet niet of hij... Iemand anders nog nadere vragen? Niet? Dan gaan we gelijk naar de opinierende. Oké, dank u voorzitter.
Met even de opmerking dat het voorstel niet zozeer van mij was, maar dat ik het voorstel van CDA slechts verwoord heb. We zijn in commissie uiteengegaan met die toezegging van de wethouder om het uit te zoeken. Is inmiddels gebeurd. Conclusie, binnen de huidige regeling niet mogelijk. Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben we wel begrepen dat het college wel stappen zet richting de provincie. Om aan ons verzoek te voldoen, om in ieder geval te kijken van, nou, kunnen we dan in de toekomst daar wel wat mee? Daar willen we het college graag aan houden. Dus we hopen dat de wethouder ons op de hoogte blijft houden van de ontwikkelingen de komende tijd daarin. Voor nu zien wij dat de statusregeling nog in een duidelijke behoefte voorziet. Rentetechnisch weliswaar helemaal niet interessant, maar wel voor een stukje financiering bovenop de bankennorm. Omdat we voorzien dat de rente voorlopig wel laag blijft en dat status met een goede financiële ontwikkeling voor een deel hun lening versneld zullen blijven aflossen, zoals het nu ook al afgelopen jaar bleek te gebeuren. En dat we ook dus verwachten dat daarmee de pot ook het komende jaar in ieder geval voor een deel nog wel weer gevuld zal worden, willen wij het voorstel van het college steunen. Eigenlijk is dat de vertaling daarvan dat we dus doorgaan met de 35.000 lening geheel voor onze rekening nemen als gemeente, voor zolang de pot het toelaat. En waar het dan precies ergens eindigt, hoeveel mogelijkheden dat dan nog geeft, waarschijnlijk ergens in 2017, zullen we wel zien. Tot zover, voorzitter. Anderen nog? Die behoefte is er niet. Meneer Meijerink. Nou, heel kort. Ik sluit maar bij de woorden van de CDA, dus we gaan akkoord voorstellen. Ook u gaat akkoord. Meneer Nijkamp. Misschien één advies toch richting het college om met name de liquiditeit van dit revolverende fonds om dat helder in kaart te houden. Omdat dat bepalend is voor de ruimte die we ook de komende tijd hebben. Dank u wel. Anderen nog? Nee, geen behoefte. Wethouder, als je klaar. Ja, voorzitter, op zich wat de heer Lochtenberg naar voren bracht, zal het voorstel van het CDA ook ingebracht worden bij de provincie. En wat dat betreft, wat de heer Nijkamp inbracht, zeker liquiditeit, wordt in de gaten gehouden. En daar waar nodig zullen we contact opnemen met de gemeenteraad. Goed. Dan kijk ik rond. Mag ik hem in stemming brengen? Mag, hè? Ja. Agenda punt 10, aanpassing verordening statuslening. Voorstel, vast te stellen de verordening statuslening gemeente Dalfsen 2016. Wie is daarmee akkoord? Met u allemaal. En is die met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 11. Vaststellen besluitenlijst 30 mei 2016. Kan ik je vaststellen? Dan doe ik dat. Is vastgesteld. Agenda punt 12. Ingekomen stukken en mededelingen. Nog behoefte? Niet? Is die ook afgetikt? Dan kom ik bij agenda punt sluiting. Er staat hier bij mij geen bijzonderheden, maar dat is niet waar. Want normaal gesproken zou ik nu sluiten en zou ik u een fijn reces kunnen wensen. En u zou, net als ik, van mening zijn dat het goed zou zijn om elkaar een paar maanden niet te zien. Maar helaas, we gaan elkaar nog een keer ontmoeten. En dat doen we omdat de jaarrekening moet worden vastgesteld. En ik hoop dat dat ook gaat lukken. En dat doen we op 11 juli, als ik het goed heb. Nog geen vakantie voor u. Maar ik dank u wel voor de wijze waarop u inbreng hebt geleverd in deze vergadering. Ik sluit hem hiermee.